19e eeuw. In de 19e eeuw is de tijd van de koningen op het loo. Ik sla de Franse tijd een klein beetje over, maar niet helemaal. Want de eerste koning die op het loo woont, is Lodewijk Napoleon. Die hier zijn intrek neemt. De broer van Napoleon Bonaparte. Daarna wordt Nederland een koninkrijk. 1815 wordt Nederland een koninkrijk en krijgen we als eerste koning, koning Willem I. Zijn borstbeeld staat op het Raadhuisplein in Apeldoorn. Hij verblijft redelijk vaak op het loo als zomerverblijf. Dat geldt niet voor zijn zoon en opvolger koning Willem II, maar wel weer voor koning Willem III en voor koningin Wilhelmina. Dus vanaf de tijd dat Nederland een koninkrijk wordt, zie je dat het loo gebruikt gaat worden door de vorsten van Oranje, door de koningen. Zij komen hier wonen, in elk geval in de zomermaanden. Ze komen hier recreëren. Wilhelmina groeit hier op voor een belangrijk deel. En Apeldoorn is eigenlijk opnieuw heel erg met dat koningshuis, met dat huis van de Oranjes, verbonden. Willem I stond bekend als, weet u dat? De kanalenkoning. Ja, precies. Hij was een man die die het land eigenlijk heel ouderwets als koning toch een beetje als zijn persoonlijke missie beschouwde. Ook behoorlijk autoritair regeerde. Maar het land ook wel vooruit wilde helpen, wilde investeren. En hij heeft ervoor gezorgd dat in Apeldoorn het eerste Apeldoorns kanaal werd aangelegd. Van Apeldoorn naar Hattem. In 1829 was dat. Een kanaal bedoeld om de economie van Apeldoorn echt te laten opbloeien. Om goederen te kunnen afvoeren richting de Zuiderzee, richting Amsterdam. Hè, een goede verbinding te leggen. Dat werkte eigenlijk maar in beperkte mate, want zo'n half kanaal, ja, dan stopt het. Hè. Dat is toch een beetje onhandig. Niet goed voor de doorvoer. Dus later in de 19e eeuw hebben ze dat doorgetrokken naar Dieren en hebben we het Apeldoorns kanaal gekregen, zoals we het nu eigenlijk nog steeds kennen. 5000 inwoners, rond 1800. In 1870, 13.000 inwoners. In 1900... 22.000 inwoners. Dus je ziet echt in de 19e eeuw en vooral aan het eind daarvan zie je Apeldoorn in één keer enorm groeien door die verbindingen die er ontstaan. Tegelijkertijd, op dezelfde dag dat het station in Apeldoorn geopend wordt, wordt ook het Oranjepark geopend. Een ontzettend handige projectontwikkelaar van Houven van Oort, dus hij is ook straatnaam genoemd, zag in dat Apeldoorn zou gaan groeien door dat spoor en heeft grond opgekocht in het centrum, is daar een park en een villawijk omheen gaan ontwikkelen. En hij kon die villa's natuurlijk verkopen, omdat Apeldoorn zo bereikbaar werd. En een extra voordeel voor welgestelden om hier naartoe te komen was de nabijheid van Paleis het Loo. Want dat gaf natuurlijk status. Dat was chic als je in Apeldoorn woonde, want daar zat de koning van tijd tot tijd. Dus de welgestelden komen naar Apeldoorn. De welgestelden en ook de mensen die bijvoorbeeld in Nederlands-Indië geld verdiend hadden. Ook omdat er hier ruimte was, het was groen, hè, je kon flink bouwen. En die koning zat er dus. Dus de aantrekkingskracht van de Oranjes was groot. Wat ook gebeurde aan het einde van die 19e eeuw was dat de welgestelden erop uitgingen, op vakantie gingen. Nog niet de gewone man, maar wel de rijkeren, die gingen in pensioens. Op de Veluwe, Hoogsoeren, Apeldoorn. Het was een aantrekkelijke omgeving. En Apeldoorn wordt aantrekkelijk en bereikbaar voor mensen die vanwege hun gezondheid deze kant opkomen. Sanatoria ontstaan hier. Mensen verblijven hier een tijdje om weer te genezen van tuberculose bijvoorbeeld. Waar eigenlijk geen genezing voor mogelijk was. Wat met heel veel rust en groen, frisse lucht bestreden kon worden. Dus
rond 1900 zie je dat Apeldoorn nieuwe bewoners krijgt en tijdelijke bewoners, bezoekers. Het is ook in deze periode, door al die welgestelden die hier naartoe komen, dat Apeldoorn allerlei winkels gaat krijgen, dat het centrum een beetje een ander aanzien krijgt. En dat vinden dan de bestuurders op een gegeven moment, dat Apeldoorn zich best een beetje stads mag gaan voelen. En dan zie je in 1917, het is pas gevierd, 100 jaar geleden, dat de Dorpstraat van naam verandert en Hoofdstraat wordt. Want ja, Dorpstraat, wij zijn toch geen dorp meer rond 1900. En dat zie je op deze, ja, ik weet niet of de pleit goed genoeg is, maar boven kun je zien dat er staat Dorpstraat Apeldoorn en onder is het in één keer Hoofdstraat geworden. Als je niks verbeeldt, dan ben je ook niks. Nou, dat nou ook weer niet. Kijk, Apeldoorn was geen stad. Maar Apeldoorn heeft wel veel te maken gehad met de geschiedenis van Gelderland. Bijvoorbeeld, in die 80-jarige oorlog waren er heel veel troepenbewegingen van de staatse troepen, dus die aan de kant van de Oranje, zal ik maar even zeggen, van de opstandelingen waren, en de Spaanse troepen. En die waren veldslagen, maar eigenlijk waren er vooral belegeringen van steden. Dus bijvoorbeeld Zutphen is een aantal keren heeft daar enorm onder geleden. Nijmegen, Arnhem, Groenlo. Apeldoorn is niet belegerd geweest, maar Apeldoorn lag open en bloot. Dus die soldaten die trokken gewoon hier overheen. En dan moet je je voorstellen dat die soldaten vaak slecht betaald werden. Die moesten onderdak hebben. Dus de boeren die in zo'n open gebied woonden op de Veluwe, die hadden ontzettend veel te maken met oorlogen die vanuit Gelre met omringende mogendheden gevoerd werden. Want dat kwam allemaal gewoon over dat gebied heen. En de boeren die hier woonden, die waren gewoon slachtoffer daarvan. Apeldoorn dus was een van de weinige steden die ook meteen al zei van ja, als we die stad gaan uitbreiden, dan moet die wel groen blijven. En we moeten ook het gevoel houden dat dat groen van de Veluwe, dat groen van het IJsselvallei, dat dat toch echt in die stad komt. Dus we hebben ook meteen in diezelfde structuurvisie de zogenaamde groene mal vastgelegd. Dat zijn gebieden die dus een groenbestemming hadden. Dat zijn die groene pijlen, die groene vlekken. Hier heb je dat woud, hè, waar het over had. Je hebt in de noordkant, in Zuidbroek, waar nu die woonwijk ligt, daar zat al een pijl doorheen. Daar is nu ook een groot park gemaakt. Hè? Dat staat dus voor die groene pijl. Dus we hebben heel bewust destijds vastgelegd van ja, we gaan eerst het groen definiëren. En dat blijft het groen. En wat dan straks rood wordt, hè, wonen of werken, dat moet dan maar tussen plaatsvinden. Zodat we altijd die verbinding houden met de stad en het buitengebied en het groen in de stad. En dat is best uniek. Daar mogen we best trots op zijn. Daar hebben we ook geld uiteindelijk aan toegevoegd. En we zijn dat ook gewoon aan het maken. We hebben dat park gemaakt in Zuidbroek. We zijn met beek en sprengen bezig. We herplanten laanbomen. Nou, er is een heel plan, ligt daaronder om die groene structuur ook in stand te houden. Dus dat is een mooie gedachte of methode misschien ook wel, waar je best trots op mag zijn als Apeldoorn. Dat je dat ook hebt gedaan. De kanaalzone, wat ik al zei, daar waren ook redelijk ambitieuze plannen voor. Dit zijn nog maquettes of schetsen, zeg maar, destijds. Gedacht werd, toen de kanaalzone bedacht werd als een gebied waar allemaal woningbouw zou komen, dat het ook best wel stevig mocht, stedelijk. Beetje zoals je in Amsterdam de Eihoevers hebt, hè, met grote gebouwen, veel appartementen. Uiteindelijk is dat niet zo uitgepakt. En dat is misschien wel goed ook. Maar je ziet wel duidelijk dat er wat meer stedelijkheid in Apeldoorn gekomen is. En ik vind het ook best wel mooie toevoegingen die er zijn gekomen. Hier zie je de kanaalzone. Wat wel natuurlijk hoog is geworden uiteindelijk, zijn die vier torens die zijn toegevoegd, hè, vlak bij de binnenstad. Maar die liggen wel in het groen, een beetje aan het kanaal. Dus uiteindelijk is dat, vind ik wel heel mooi uitgepakt, is het ook wel heel Apeldoorn, zo op een of andere manier. We hebben dat kanaal weer in ere hersteld, hè, dat je daar ook kunt aanleggen. Niet dat je daar kunt komen trouwens met een boot, maar als die boot er komt, dan kun je aanleggen. Dus eigenlijk een beetje zoals het vroeger was. En in de openbare ruimte hebben we van die mooie paaltjes gemaakt, hè, waar je touw omheen kunt doen.
En natuurlijk is het, ja, u lacht nou, maar er is nog wel steeds een ambitie om wel iets met dat kanaal te doen. Hè? Dus ooit komen die boten vast weer. En ten tijde van die crisis begonnen we na te denken over toch een nieuwe visie voor de stad. Dat had eerst nog heel veel gedoe, want ja, een visie maken kostte ook geld en we hadden toch geen geld. En dan kon je nou een visie maken als je geen geld hebt. Maar heel voorzichtig mochten wij nadenken over ja, toch een nieuw Apeldoorn. En dat hebben we toen gedaan in de structuurvisie 2013. En die vind ik, die is echt anders dan zijn voorganger. En dat is niet alleen omdat we het nu beter weten of zo, maar ook omdat je natuurlijk gewoon voortschrijdend inzicht hebt. Hij is voor stad en land. Omdat we vonden dat Apeldoorn stad en land is. Dus dan moet je ook een visie maken op het gebied in samenhang. Dat was in ieder geval al wat we wilden. Wat we daar formuleerden was, ja, groei van die stad. Het is mooi als dat gebeurt. En als het nodig is, dan is het ook goed. Maar het is geen doel op zich. Hè. We gaan niet groeien om groeien. Nee, we gaan alleen maar groeien als mensen hier willen zijn. En het hier prettig vinden. Ja, dan mogen ze hier best komen. Dus het doel van die 175.000 inwoners werd gewoon losgelaten. Wat we ook hadden geleerd, ja, die toekomst is niet te voorspellen. Dus je moet geen stad maken voor over 30 jaar, maar je moet een stad zijn voor nu. En we zeiden wel eens, ja, die stad is altijd af, maar hij is nooit klaar. Dus maar hij moet wel voor nu gewoon geschikt zijn. Iedereen die hier woont moet hier gewoon fatsoenlijk kunnen leven. Nou, hij ontwikkelt altijd wel door. Dat doen steden nu eenmaal. Dus die stad is altijd af, maar hij is nooit klaar. Ja, en een nieuw geloof in de eigen kracht. En dat had denk ik ook wel te maken met van ja, misschien die grootheidsplannen, die waren een beetje weg. Het Calimero-effect, waar wij, Calimero kennen we wel allemaal hier of niet, of tenminste. Hè? Calimero had altijd het gevoel dat anderen het beter hadden, of anderen meer geld kregen, of anderen gelukkiger zijn. En dat vonden ze inderdaad niet eerlijk, inderdaad. En dat hebben we een beetje losgelaten. En we zeiden, ja, misschien zijn we wel, misschien hebben we het wel heel goed hier. Misschien zijn we wel gewoon een hele dorpse stad, stedelijk dorp, maakt het uit. Laten we die discussie ook niet meer voeren. We zijn het voor alle twee. We zijn een plaats. Hè? Een plek in Nederland, waar het gewoon goed toe is. En misschien moeten we niet eens proberen te worden wat je toch nooit kunt worden. Namelijk een hippe, bruisende stad met 6 universiteiten en heel veel internationale jongeren. Dat gaat niet lukken. Kun je wel proberen, maar dat ga je niet worden. Maar je kunt wel misschien beter worden in wat je al bent. Zo'n stad waar het gewoon heel fijn wonen is. Waar iedereen bijna een huis met een tuin heeft of zo. Hè? Zo'n soort stad, dat kun je wel worden. En dat is eigenlijk best bijzonder. Alleen ja, we vergeten dat dat bijzonder is. Want ja, dat is raar op de lijstjes, hè? Want dan ben je wel een hele grote stad. En dan ga je kijken naar stedelijke problematiek. Achterstand, armoede. Natuurlijk is dat hier ook wel. Maar vergeleken met de grote stad, dat hebben we niet. Maar ja, als ik dan bij het Rijk ben en ik wil geld hebben en ik heb geen problematiek. En ik heb alleen maar gelukkige mensen. Apeldoorn behoren tot de gelukkigste inwoners van Nederland. Hè? Er wordt onderzoek naar gedaan. Ja, is logisch, zegt u. Precies. Ja, als ik naar Den Haag ga en ik zeg, ja, ik heb de gelukkigste inwoners van Nederland, maar ik heb nog wel geld nodig. Dan kijken ze heel raar. Dus wij wilden ook stedelijke problematiek. Maar dat hebben we niet. Dus dat moeten we gewoon toegeven. Wij hebben geen stedelijke problematiek. Nou, in die structuurvisie hebben we 4 strategische doelen geformuleerd van ja, dingen die we graag willen verbeteren. En dat zijn dingen die heel dicht liggen bij wat we al zijn. We hebben dat bijvoorbeeld comfortabele gezinsstad genoemd. En dan kunnen we zeggen, ja, maar we zijn heel erg grijs. Ja, nee, tuurlijk. Die zijn hier van harte welkom en daar werken we ook aan. Maar als je je wilt profileren als stad, waar zijn we goed in? We zijn natuurlijk wel een gezinsstad. Het is hier heel erg huisje, boompje, beestje en dat is fijn. En dat vinden heel veel mensen leuk en die weten dat nog niet. Dus als je reclame wil maken voor Apeldoorn, dan is die comfortabele gezinsstad is een slogan, maar is meer dan een slogan, is ook beleid. Want dan moet je ook zorgen dat je hier bijvoorbeeld als je kinderen opgroeien, dat die ook hier heel gelukkig zijn. Dat die ook hier heel fijn kunnen opgroeien. Dus moet je investeren in dat je veilig naar school kunt. Moet je investeren in goed onderwijs. Moet je investeren in goede spelvoorzieningen. Dat soort dingen horen bij dat soort ambities. Nou, we hebben er 3 geformuleerd met duurzaamheid als rode draad. Nou, dit was mijn verhaal. Een verhaal van stedelijkheid. Wat ik snapte dat er was, maar wat we nu toch iets genuanceerder naar kijken. Ook een verhaal wat leert als je crisis hebt, dat je er soms wel beter uitkomt. Omdat je toch weer even anders nadenkt. En ik sprak net met een oud-wethouder en die zei van ja, jaren 80 gaat over crisis, daar hebben we weinig van geleerd.
Dus we hebben ons al 2 keer gestoten aan die steen. Dus ik hoop dat er niet een derde keer komt. Heel graag.